We organiseren UvA Career Day om studenten een goed breed beeld te geven van wat ze na een studie kunnen doen. Ze kunnen hier allerlei verschillende soorten workshops doen. Meer zeg maar puur inhoudelijk van wat doet iemand uit jouw werkveld straks voor werk. En daarnaast hebben we ook allerlei sessies om meer na te denken over hoe vertel ik mijn verhaal. Of kunnen studenten hier terecht voor een cv-check of een LinkedIn-foto. My name is Nicole Gonzalez. I'm from Costa Rica. Well, I basically came to the career day because I'm looking also for an internship. It is also my last year of the master, so I'm really looking for where can I work, where I can apply, and most that I'm in a country that is not mine. So it's to see what are the opportunities that are out there for me that suit me. De belangrijkste tip die ik vandaag heb gehad is hoe ik mijn cv wat leuker kan maken en dat die wat meer opvalt tussen andere cv's. En hoe ik hem wat persoonlijker maak en waarom ik eruit zou moeten springen. I will be done with my bachelor's in June and I was going to apply for internships right after. So I came to get some ideas for companies to apply it and I also came to get ideas about how to improve my CV, to improve my LinkedIn, to improve my appearance. Ik mocht 4 keer 3 kwartier een workshop geven, totaal verschillende groepen, wel gemengd man, vrouw. Iedereen was energiek, ze hadden er zin in. Ze letten echt op, wilden echt wat weten. Of het was eerder een bevestiging wat ze al wisten, maar dat is natuurlijk ook een prachtig resultaat.